ben uit het programma toch als een gelukkiger mens gestapt. Het begon met een weekje pijn, spierpijn, botpijn. Je kunt het niet echt thuis brengen wat het is. En ja, het werd steeds vaker kwam het voor, tot het op een gegeven moment eigenlijk non-stop aanwezig was. En ik toch besloten had om naar de reumatoloog te gaan. Ook omdat ik al meer gehoord en gelezen had over fibromyalgie. En bij de reumatoloog te zijn gekomen, is de diagnose ook gesteld dat ik fibromyalgie heb. Het ligt ook aan mijn persoon, mijn karakter. Ik ben iemand die eigenlijk constant zichzelf bezighoudt en zelden rustpauzes neemt. Rust. Altijd gedacht, waarom? Als het gaat, gaat het. En van A naar B, naar C, naar D. Tevens ben ik altijd een perfectionist geweest. En middels dit programma ben ik er ook achter gekomen dat dat ontzettend veel energie vreet. Van niet alleen je psyche, maar ook van je lichaam. Dus ik heb wel zoiets, het heeft zeker te maken met hoe jij als persoon in je leven te werk gaat eigenlijk. Maar ik merkte op een gegeven moment wel dat mijn sociale leven geen inhoud meer had. Het was echt een sleur van naar je werk gaan, thuiskomen, koken, eten en opruimen. En dan was het eigenlijk voor mij de lichten uit. Echt spreken van ontspanning, dat was er gewoon niet meer. Ik was gewoon op en de weekenden, dan had ik eigenlijk ook geen fut meer om ook maar iets te ondernemen. Je krijgt ook door je omgeving, omdat het, je ziet er van buiten, zie je er gewoon goed uit en niemand ziet iets aan je. Dus het wordt ook niet echt begrepen en je gaat twijfelen aan jezelf. Van ligt het toch aan mij en doe ik het allemaal fout? Kan ik niks goed doen? Je gaat heel erg twijfelen en dat vreet weer energie, waardoor de pijn uiteindelijk nog erger wordt. Ik hoopte absoluut dat ik weer meer energie zou krijgen door bij het programma dingen leren anders te doen of te laten. Waardoor ik ook weer een sociaal leven zou krijgen. En wat ook voor mij heel belangrijk was, de hoop op een beter zelfbeeld. Ik kan me herinneren dat toen ik aan het programma begon, het is natuurlijk heel spannend. Je leert eigenlijk nieuwe mensen kennen. Niet alleen de therapeuten, maar ook de mensen die in je groep zitten. Nou ben ik van aard een heel sociaal persoon, dus ik heb niet veel moeite met contact sluiten. Dat ging ook allemaal, dat verliep vrij soepel. En ik voelde me al snel thuis in de groep tussen de groepsleden en de therapeuten. Dan de verschillende therapieën die er zijn. Dat vond ik wel een heel opvallend iets, dat er toch op zoveel verschillende gebieden aan je gewerkt wordt. De fysiotherapie, het stuk beweging is daarin heel belangrijk. Hoe beweeg je? En dat beweging in geval van fibromyalgie-patiënten zeer belangrijk is. De sociotherapie, de psychotherapie en de creatieve therapie daarnaast. Ook gewoon heel belangrijk dat het niet alleen een lichamelijk iets is, maar het hangt allemaal ook samen met je psyche. En creatieve therapie heb ik in het begin het gevoel gehad van wat heeft creatief zijn nou met mijn ziekte te maken? En al heel snel is voor mij gebleken dat dat wel een van de belangrijkste therapieën voor mij was. Omdat er
ja, ontzettend veel bij me loskwam. Emoties, opkroppingen van eigenlijk al die jaren wat mij dwars zat aan pijn en verdriet en onbegrip om mij heen. Ik heb ervaren dat de therapeuten in mijn ogen uiterst puur en oprecht vanaf dag 1 overkomen. En ze leggen een focus op jou als persoon, maar ook op de groep die er op dat moment zit. En heel snel hebben de therapeuten door bij de betreffende personen in de groep waar de grootste knelpunten van die patiënt zitten. En eigenlijk gedurende het hele programma vind ik dat je daar enorm goed in begeleid wordt. En dat er ook aangegeven wordt op bepaalde punten waarin zij merken dat het moeizaam gaat of niet goed. Daar ook extra aandacht aan besteden of je erop alert maken. Want het komt ook wel eens voor dat je zelf niet in de gaten hebt dat iets toch wat moeizamer gaat. Of je wilt het verbergen en dat wordt toch eigenlijk losgemaakt bij je. En ja, dat vind ik een heel mooi iets en een grote toegevoegde waarde van dit programma. Ik heb zowel trucjes geleerd als mijzelf ook veranderd. Je moet het uiteindelijk ook zelf doen. Er is eigenlijk niemand die jou kan helpen als jij daar zelf niet open voor staat. Maar goed, er worden een aantal handvaten aangereikt. Daar heb ik ook gebruik van gemaakt. Hele rare dingen zoals leren zitten, leren lopen, staan, stofzuigen. De dagelijkse dingen waarvan men denkt, ja, die doe ik goed. En ik denk dat menig mens zich daar toch wel in vergist. Dus dat zijn de trucjes waarmee ik aan de slag ben gegaan. Wat mij meer energie heeft opgeleverd. Maar ik heb ook in mijzelf een wezenlijke verandering gemaakt in oké, ik ga dingen anders doen vanuit mezelf. Ik blijf de persoon die ik ben, maar toch verander ik. Als het niet gaat, dan gaat het niet. Heb ik pijn, dan neem ik mijn rust. Als je rust neemt, is de pijn vaak sterker aanwezig. Maar toch is het belangrijk die rust te nemen. En ondanks het ergere pijngevoel, gewoon rust nemen en laat pijn dan maar zijn. Mijn werk heb ik ook hervat, langzaam opbouwend. Dat is ook allemaal prima gegaan met mijn werkgever. Trek mij wel veel minder aan van achtergrondzaken op het werk. Wat je leven toch gemoedelijker maakt en het bespaart je heel veel negatieve energie. Ik zelf ben uit het programma toch als een gelukkiger mens gestapt, die toch meer waardering voor zichzelf heeft gekregen en ja, wat meer aan zichzelf denkt dan altijd maar aan anderen. Het is goed om er voor anderen te zijn en anderen te helpen, maar uiteindelijk leef je met jezelf en ben jij de belangrijkste persoon in jouw leven. En dat is eigenlijk wat voorop komt te staan. En dat maakt ja, veel dingen veel gemakkelijker, waardoor ja, de pijn ook minder is. Het is niet zo dat als je uit het programma komt, dat het allemaal zonneschijn is. Je hebt natuurlijk een weg te bewandelen. Maar mijn ergste dip heb ik bereikt. En wie het dal nooit gezien heeft, zal de top nooit kunnen bereiken. En ja, langzaam krabbel ik omhoog en heb zeker wel eens een terugval. Maar je bent je veel meer bewust van alles wat je doet en wat je zegt. En doordat je je daar nu bewust van bent, ga je daar ook meteen naar handelen. En ja, Ik voel me een stuk meer mijzelf, hoe raar dat ook klinkt. Ik voel me echt aanwezig.
Al sta ik ook heel graag op de achtergrond, maar ik als persoon zijnde voel me meer aanwezig dan dat ik voor dit programma was. En probeer ook steeds meer te doen wat ik acht dat goed is voor mijzelf en voor mijn lichaam.